Kan ik hier gewoon naar boven? Ik kan gewoon hier naar boven. Ik ben heel benieuwd waar ik nu uitkom. Ja! Ja, we hebben de Gerudo's gevonden. En hier voor mijn neus zou Ryu moeten zijn. Maar voordat we beginnen, knal duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Oh, is die daar? Ik zie hem denk ik al. Hij staat daar met zijn walrus in het zand. Zijn zandwalrus. Wat is dit trouwens? Een watermeloen! Daar wordt Harry Styles heel blij van. Ik zeg trouwens, daar staat die. Maar het is geen T, het is een ze natuurlijk. Oh my gosh. Oké. Je moet geen ruzie maken met haar. Huh? Zo, maar zij heeft wel een heel herkenbaar gezicht. Maar is het Ryu? Is dit dan de dochter van diegene die we kennen uit Breath of the Wild? Het zou zomaar kunnen. Hallo? Jeetje, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Weer gemist? Ja, ach. Als ik mijn doel niet kan raken. Heeft niemand wat aan me. Oh, je bent wel heel streng voor jezelf. Niet zo streng zijn voor jezelf, joh. Jij bent het! Kijk te gaan, jongen, met de zwaard. Zij is wel cool, man! Ik vind degene die je helpen in deze game heel vet. Ik had niet verwacht je hier te zien. Ja, Ryu, de Gerudo matriarch. Ja, ja. Heel cool. Maar je verschijnt ook altijd in uitzonderlijke tijden. Volgens mij kennen wij elkaar ook nog. Nou, ik begin weer uit te leggen wat er met Zelda is gebeurd. En dat kasteel Hyrule is opgestegen. En ik ben hier naartoe gekomen voor aanwijzingen. Link! Ik begrijp hoe je je voelt. Zelda is ook een dierbare vriendin van mij. Ik voel dezelfde grote behoefte om te weten waar ze is. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om te helpen. Maar de Gerudo's hebben een groot probleem. Ik moet er een oplossing voor vinden. Het is voor jou waarschijnlijk een uitdaging geweest om helemaal hier naartoe te komen, of niet? Ja, man. Ja, het is echt ook veel te warm en er is inderdaad een zandstorm gaande. Er kwamen hordes mysterieuze monsters uit voort. We noemen die monster de Gibdos. Ze zijn traag, maar fysieke aanvallen deren ze weinig. Ze maken het ons moeilijk om de zandstorm te onderzoeken. Was je net naar me aan het kijken terwijl ik aan het trainen was? Ja, ik heb wel wat gezien, maar ja, door de storm kon ik niet heel veel zien. Ik probeer die oefenpoppen te raken met een bliksem. En ik hoop dat dat een effectieve aanval is tegen de Gibdos. Jij bent super cool, Ryu. Maar deze techniek heb ik nog maar pas ontdekt en nog niet ver ontwikkeld. Ik kan nog niet zo goed mikken. Nou, je bent al goed bezig hoor. Ik wil samen met jou naar Zelda zoeken, de bron van de zandstorm achterhalen. En wil je mij dan helpen met mijn training? Als je een pijl voor me afvuurt op die oefenpop, richt ik mijn bliksemaanval op jouw pijl. Oh, dat is vet. Ja, let's go. Komt-ie. Hoppakee. Oh, hij moet waarschijnlijk precies in de roos. Hotsakidee. Oh, dit was wel heel vet. Dat ging goed. Vind je het oké als we nog wat meer oefenen? Ja. Op zich wel. Maar ik heb wel last van de hitte. Ik moet op het midden van alle drie richten. Bij die steen die uitsteekt. Maar hoe verder wij gaan doen, hoe langer het duurt voordat ik de energie ervoor heb. Oké, dus ik moet wachten. En dan daarop. Oh, maar die was mis. Iets hoger. Zo. Hoppakee, is dit wat je bedoelt? Ik begin langzaam dood te gaan. Dit is niet oké. Of moet ik op de steen richten dan? Oh, kijk. Nu is het goed. Nu dan raken we ze allemaal, toch? Niet? Oké, moet ik op die steen richten dan? Is dat wat je wil? Zo, bam, op die steen. Ja, oké, dit was goed. Ik heb nu in de gaten hoe het werkt. Lekker, joh. Heel vet. Hiermee kan ik de Gibdos eenvoudig verslaan. Maar heb jij voor mij misschien een outfit? Een outfit dat ik beter tegen de hitte kan? Ja hoor. Daar is weer de mysterieuze gloed. Wat was dat? Dat klonk niet als het geluid van de zandstorm. Jij hoorde dat toch ook? Dat was Matriarch, zegt Foundy. De Karakara Bazaar wordt aangevallen door een horde Gibdos. Buliara is op de weg ernaartoe. Een aanval! Oké, begrepen. Dankjewel. Link, laten we snel naar de Karakara Bazaar gaan. Mijn bliksem vereist jouw begeleiding. Kan je me nog eenmaal helpen? We zullen die Gibdos eens laten zien wat we in huis hebben. Zeker wel. Let's go. Ja, dan ga ik maar toch weer dit even eten, zodat ik tegen de hitte kan, hopelijk. Nee, ik heb hittebestendigheid niveau 2 nodig, zo te zien. Ik baal dat ik niet genoeg rupies heb om de juiste kleding te kopen, zodat ik er gewoon tegen kan. Anyway, we zijn bij de bazaar. Oeh, daar zijn die gekke Gibdos. Dit moet ik samen met Ryu gaan doen, denk ik. Laat de Gibdos niet dichterbij komen! Dat is wel cool gedaan weer, hoor. Daar is Buliara en die zegt, ja, het ziet er niet goed uit dit. We hebben een probleem en daar gaat Ryu. Bam! Met haar bliksemaanval. Heel dope. Heel nice. Sorry dat ik iedereen heb laten wachten. We zullen al die Gibdos in één keer verslaan. Nu, volg mij! Wat een heldin. Link, ik reken op je. Ja, dat komt goed. Die monsters maken geen schijn van kans. Ik vind dit echt heel nice. Oké, let's go, Gibdo. We gaan een pijl hier richten. Boom! Oké, we hebben er 2 in één keer. Ik wou ze eigenlijk allemaal in één keer pakken, maar het zijn er 2 geworden.
dikke doei. Oké, waar zijn er nog meer? Waar zijn er nog meer? Daar, 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 daar. We moeten hier naartoe. Let's go. Pijl er bovenop. Bam. Oké, waar is de volgende? Where are them Gibdos? Hier zijn er nog een paar. Pie. En daar nog één. Oh, dus ze was nog niet opgeladen. Hatse flats. Mijn boog is wel kapot. Ik moet even een nieuwe boog pakken. Hallo, Gibdos. Kom dan. Hier. Die voor jullie. Hier, jij krijgt er ook nog eentje. Bam. Oké, het begint steeds stiller te worden. Ja, dit was het. Is dat het nest van al deze vijanden? Oh, dat zou zomaar kunnen, ja. Ik vroeg me af wat dat voor gekke paddenstoel was. We moeten dat nest vernietigen. Oké, is goed. Gaan we daar een pijl op schieten als jij ready bent, ja? Komt hier, Ryu. Daarop. Lekker. Oké, dat nest is weg. Top. Dan deze twee hier nog pakken. En hier nog eentje. Hallo, Gibdo. Jij bent wel echt heel traag, ja. Je bent echt een noob-enemy, man. Sorry dat ik het zeg. Easy, man. Easy. Goed gedaan, Boyara. Je hebt goed stand gehouden tot we hier konden komen. Gibdos zijn gevoelig voor bliksem. Dat zal in ons voordeel werken. Wat een team, joh. Wat een team. Ik hoor allemaal knallen daar achterin weer. Ja, en daar staat ze weer, Zelda. Nee, het is niet Zelda. Dat ken helemaal niet. De Zelda zou nooit zo gek doen en ons in al die problemen storten. Daar geloof ik helemaal niks van. Zo, maar dit zijn wel een paar grote zandstormen, mensen. Dit zou een probleem kunnen worden. Dat is Wout de Boel, ja. Dat bedoel ik. Oh, ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Moeten we terug naar Gerudo Town? Waar is iedereen? Nee, dat is Zelda niet, Ryu. Dat kan niet. Ze is in de richting van de tornado's gegaan. En als er meer Gibdos in de storm schuilen, dan is Zelda in de problemen. Nou ja, we gaan maar gewoon. Link, wij gaan alvast. Ja, ik kom eraan, hè. Oké, ik zie jou ook in het fort. Oké, maar ik wil eerst koken. Met een meloen. En pepers. Waar zijn mijn pepers? Of nee, nu word ik... Dit is koudebestendig, denk ik. Oh, dit is gewoon gestoofd fruit. Deze heb ik nodig. De koelzwammen. In combinatie met een meloen. Hopelijk werkt dit. Ja, nice. 5 minuten hittebestendig. Dan doe ik er nog 2. En dan heb ik nog wat fruit nodig of zo. Of misschien een vis. Ja, met de warmtevoordeel gecombineerd. Let's go! Niet... Paddenstoelen, vispies, waarom... Hè? Oh, als het te heet voor je is, ja? Een stel nieuwe kleren zullen je opbeuren. De kleren die ik verkoop zien er niet alleen fantastisch uit, ze houden je ook cool in de hitte. Ja! Ja! Please! Een woestijnhaarband. Dit is mijn laatste exemplaar. Als je het van me koopt, vertel ik je iets supergeheims dat zelfs de Gerudo's niet weten. Oké, ja, is goed. Ik wil het hebben. Maar wat is het geheim? De haarband maakt deel uit van de woestijnlijn voor mannen. De lijn bestaat verder uit een woestijnarmstuk en een woestijnbroek. De plaats waar je ze kunt kopen is ongewoon. In het Gerudofort worden ze alleen maar in de geheime Gerudo Club verkocht. En die kun je vinden achter het modepassie. Ja, prima. Maar ik heb er geen geld voor, denk ik. Eens kijken of ik nog wat geld kan verdienen, hoor. Oh, ik heb wel 2 topazen nog. Daar krijg ik in ieder geval 160 voor. En die lichtgevende stenen... Dat zou ik ook gewoon kunnen verkopen. Die krijg ik ook best wel vaak. 872 roepies. Misschien kan ik iets extra's kopen. Ik doe in ieder geval even dit accessoire aan. En dan staan mijn haren omhoog. Lekker knotje wel. Oké, dit is denk ik heel fijn. Snel naar het Gerudo Fort. Waar is die modepassiewinkel? Ik denk wel gewoon beneden, hè? Oké, mag ik gewoon naar binnen nu, Reza? Ja, top, dankjewel. Dames, ik zoek de kledingwinkel. Zat hier niet gewoon ergens een winkel buiten? Was dit niet gewoon de winkelstraat ergens? Hier was dat toch ergens in de buurt? Oh, ik kan hier ook nog naar beneden. Oké. Maar die winkels zijn allemaal verlaten. Huh? Ben jij hier opeens? Maar die vrouw zei dat ik ze wel kon vinden in een winkel achter modepassie. Alleen er is letterlijk niemand nu te bekennen in die stad. Dus misschien moeten we daar dan ook vanaf de onderkant in? Ik bedoel, ik heb hier al die rotsblokken weggeslagen. En ja, het leek allemaal een beetje voor niks eigenlijk. Ik ga het gewoon eens hier proberen. Schijnbaar kan ik hier naar boven. Nee, ik ben gewoon op het plein nu. Oh, maar die kraampjes. Was een van die kraampjes niet modepassie? Moet ik bijvoorbeeld niet dan een stukje daar naartoe? Wacht, wacht, wacht. Kijk, kijk, kijk. Hier zie je ook stenen. Alsof hier een constructie moet zijn of zo. Misschien precies hier dan. Ja!
Hallo, wat doen jullie hier? Klantenlijst in orde, handelswaarde in orde. Wat? Man, maar de deur is gebarricadeerd. Hoe ben je... Nou ja, van beneden. Ja, daar zijn die kleren. Wat voor truc je ook hebt gebruikt om binnen te komen. Iedereen is hier welkom. Dit is de geheime Gerudo Club. De enige winkel in het fort waar kleding voor mannen wordt verkocht. Vet gedaan. Maar hoe duur is dit? 1300? 650, ik kan die broek kopen. Oké, laten we die kopen dan. En hoeveel munten heb ik nog nodig voor die andere? Ja, echt nog meer dan 1000. Ik ga nooit die complete set kunnen kopen, denk ik. Maar hopelijk is dit dan genoeg om mij hittebestendig te maken. Mag ik gewoon via de voordeur naar buiten? Of kan ik misschien de volgende keer gewoon wel de deur gebruiken? Let's go! Ja, kijk, hier was het gewoon. Ik wist nog uit Breath of the Wild dat er inderdaad ergens hier zo'n modewinkel was. En aangezien we hier naar beneden konden... Leek het me logisch dat het ergens in deze blokken was, inderdaad. Yo, Ryu! Daar is een Gibdo-nest, net zoals die ene bij de Karakara Bazaar. Het is op hetzelfde moment verschenen als de tornado's. Maar deze keer zijn het er 3 en bevinden ze zich net buiten de poort van ons fort. Ik heb geen helderziende woestijnwalrus nodig om te weten dat een horde Gibdo's ons komt aanvallen. Ja, oké, we gaan die nesten kapot maken. Let's go. Ik heb alleen niet zoveel pijlen meer. Oh, daar gaat het gouden licht weer. Oh, die wijst daar naartoe? Dat is onder die shrine die ik heb ontgrendeld. Gewoon letterlijk hier in Gerudo Village. Kom naar mij toe, roept de stem ons. Link, wat is er aan de hand? Link, we moeten ons concentreren op het verdedigen van de Gerudo tegen de vijanden die aan onze poorten staan. We moeten ons voorbereiden op de strijd. Ja, geef mij meer pijlen. Mag ik pijlen lenen? Ik moet Buliara en de soldaten advies gaan geven. Oké, hallo Buliara. Buliara zegt dat wij moeten gaan spreken met commandant Taken... Bij de soldatenpost. We kunnen haar advies geven hoe ze de soldaten moet inzetten. Padda op de binnenplaats gaat over de materialen. Als we ze slim inzetten, versterken we onze verdediging. Spreek met haar als je iets nodig hebt. Oh, heel vet. We moeten dus echt letterlijk dit fort gaan voorbereiden op een aanval. Met de bliksem van Ryu en met vuur. Met die twee dingen kunnen we die Gibdo's aanvallen. Oké, we gaan eerst naar de soldaten. What up, Taken? Kun je me assisteren bij het opstellen van onze soldaten? Moeten we ze verspreiden of samenbrengen, zodat ze de verzwakte poorten kunnen verdedigen? Welke soldaten kan ik het beste waarop? Opstellen. Nou, de artillery, die moet op de poort. Ik weet niet welke poort welke is. Is dit dan de noordelijke poort? Ja, de artillery gaat naar de noordelijke poort. Oké, cool. Ziet er goed uit. De soldaten met speren, die gaan naar de oostelijke poort. Ik hoop dat dit een goede keuze is. En de soldaten met zwaarden, die gaan dan naar de westelijke poort. Oké, dan over de materialen. Je hebt de materialen verzameld die tijdens een gevecht van nut kunnen zijn. Pak wat je nodig hebt. En we gaan een barricade opwerpen. Het fort heeft 3 poorten. Vanaf het paleis gezien is de noordelijke poort recht voor je. Kan bij 1 van de poorten een barricade van hout en metalen vaten laten opwerpen. Die gaan we dan bij de oostelijke poort stonden die met de speren volgens mij. Ja, of bij de noordelijke poort. Ja, bij de noordelijke poort, want daar hebben we alleen artillery. Daar hebben we geen soldaten. Ja, kijk, dit ziet er goed uit. Ik ga letterlijk alle materialen pakken. Hoppakee, bananen, meloenen. Een staak, een spiegel. Hiermee kunnen we monsters afweren. Oké, een vlammenwerper, alles. Jeetje, we kunnen echt helemaal losgaan hier. Oh, nice. Pijlen, ja, die hebben we nodig. Nog een betere Gerudo-boog. Oh, dit is wel wat cool gedaan, hoor. Ik ben benieuwd wat er in de kisten zit. Oh, kijk, roepies. Dat is zo bruikbaar. En een topazie. Nou, we kunnen nog wat wapens versterken. Bijvoorbeeld dit groot zwaard. Dat heeft dan een drietand eraan. Wow, die wordt in één keer supersterk. 44. Misschien helpt deze ook. Die doen we dan aan het soldatengroot zwaard. Dit is wel cool. Cool, man. Wat ziek idee. Heel nice. En we hebben hier deze blauwe Hobgoblinhoorn. Die doen we aan het Gerudo kromzwaard. Super vet. Kijk, deze wapens. Die zijn super sterk gelijk. Oké, ik denk dat ik er klaar voor ben. Dit voelt echt als een strategie game of zo. Dat je het even moet voorbereiden hoe je je basis wil verdedigen. Kijk, iedereen staat hier klaar. Iedereen staat binnen. Ryu, wij moeten dit wel samen gaan fixen met de pijlen. Ryu zegt, ik ben nieuwsgierig naar de stem die we eerder hoorden, maar... Oh, ja, kijk, er gebeuren weer allemaal dingen. Explosies, ja, het gaat beginnen. Daar komen ze, de gekke Gibdo's. We moeten heel snel die nesten kapot maken om zo het fort te verdedigen. Er zijn er 3. Ik denk dat de noordelijke poort zichzelf het langst kan verdedigen, want die hebben we gebarricadeerd en daar is de artillerie. Dus ik denk dat we daar als laatste naartoe moeten. We moeten eerst naar de zijkanten toe. Bularia, ze hebben het fort omsingeld. Vrees niet, zegt Ryu. Dit grote gevaar brengt een fantastische gelegenheid met zich mee. We kunnen ze hier uitroeien. De hele horde. Let's go. Laten we erop afgaan en ze laten zien wat wij Gerudo's in onze mars hebben. Voor Gerudo. Oké, ik ga eerst naar de westpoort. Ik denk dat de noordpoort zich wel kan managen met een artilleriekanon en een barricade. Misschien handig als je even gewoon goed klimt, Link. En dan gaan we eerst die nesten uitschakelen. Oké, let's go. Let's go. Deze poort, of dit nest moet kapot.
Lekker bezig, Gerudo. Lekker, lekker. Hartstikke idee. Nog een keer erop. Ik ga even wat een vuurvrucht hieraan koppelen, zodat ik deze kan kapotmaken. Be gone. Ik kom jullie helpen. Oké, de derde keer. Hoe vaak moet ik op dat nest schieten, jongens? Come on. Dit is de vierde keer. Werkt het überhaupt wel? Ik ga het nog één keer proberen. Ja, nee. Oké, er zijn vijanden binnen, maar... Oké, deze is kapot. Lekker. Dan gaan we nu even naar binnen. Gaan we even kijken wie er allemaal binnen zijn. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, ja, daar lopen er dus een paar. Kijk, hier lopen er een paar. Die gaan we kapot maken. Hotseflots, wegwezen. Boom op mijn hoofd, lekker. Oké, we gaan naar het oosten. Want die poort heeft namelijk ook geen bescherming. Oh, er zijn nog meer vijanden. Deze gaan we eerst eens even slopen. Hotseke idee. Oh, hier zijn echt heel veel vijanden. Ik ga eerst even deze vliegende vijand proberen uit de lucht te schieten. Dat is top. Alhoewel, top, ja. Niet helemaal top, maar... Hier zijn echt veel te veel vijanden. Oh my god, ik ga eerst hierop schieten. Zo, lekker. Oké, deze zijn allemaal weg. Nice. Nu moeten we dus 5 keer op dit ding gaan schieten. En dit is 1. Die vliegende gasten zijn wel vervelend. Die moeten echt even... Oh, ik mis. Oké, dan gaan we maar hierop schieten. 2. Ja, oké, dit nest is ook al weg. Oh, dit gaat supergoed. Oké, hier, kom. Bam, wegwezen jij. Lekker. En nu deze. Nice. Nice. Oké, jullie houden hier allemaal wel staan hier, hè? Dit gaat hartstikke goed. We moeten nu naar het noorden. Daar zijn de laatste vijanden. De laatste nest. Oh, nee. Oh, come on. Doe maar even bij je in de buurt daar voor die vijanden. Heel goed. Heel goed. Lekker. Let's go. Bam. Oké, er zijn hier wel heel veel vijanden. Maar goed, onze artillery, die kan het wel aan, zo te zien. Oké, nog een keer. Nummer 2. Oh, dit nest is ook al weg. We moeten de laatste gipdozen elimineren. Oh, maar die gaan echt heel hard opeens. Zie je dat? Die komen echt keihard aanrennen. Ga ze weg, joh. Opzouten. Oh, Ryu wordt aangevallen. Oké, let's go, Ryu. Er zijn er een paar daar. Dus die zijn ze kapot. Waar zijn de laatste? Hier nog? Ik zie niks. Oh, er is nog eentje op het binnenplein. Daar komt hij. Bam! Is dat de laatste? Oh, ik kom wel echt als een held aanvliegen, hè? Dit was super vet. Heel cool. Kijk dat knikje. Yeah! Lekker gedaan. Dit was een perfecte verdediging, hoor. Link, namens alle Gerudo's wil ik je bedanken dat je aan onze zijde hebt gestreden. Nu de nesten rondom het fort zijn vernietigd, hebben we hopelijk minder last van de Gerudo's. En het viel me op dat de nesten tot zand uiteenvielen toen we ze vernieuwden. Mogelijk is er een verband tussen de Gerudo's en het zand. Hebben zij de zandstorm aangetrokken of misschien veroorzaakt? En er zit me nog iets dwars. Die stem die jij en ik hoorden. Een stem en bliksem. Die combinatie brengt de herinnering bij me naar boven. Ik wil je graag iets laten zien, Link. Kom me opzoeken bij de muurschildering in de trainingsruimte van het ondergrondse fort. Oh, dat is hier. Oké, cool. Wat zie jij hier dan, Ryu? Kijk eens naar deze muurschilderingen. Oké, het heeft iets met donderstorm te maken. Dit is een muurschildering waarvan gezegd wordt dat ze gemaakt is door de voorouders van de Gerudo's. Toen ze geschilderd werd, was deze ondergrondse ruimte in gebruik als schuilkelder, net als nu. Misschien zijn de Gerudo's van vroeger ook door een grote ramp overvallen. Er staat, de troon heeft de rug toegekeerd aan rode pilaren in een uitgestrekte zee. Verenig de pilaren in een driehoek van licht om de bliksemsteen en een nieuw pad te laten verschijnen. Jij die mijn stem hoort, kom naar mij toe. Zou dat de mysterieuze stem zijn die jij en ik hoorden? Bij het horen ervan dacht ik aan deze muurschildering. Daarom ben ik hierheen gekomen. En deze afbeelding geeft een soort locatie weer en de gegraveerde woorden zijn de sleutel om die locatie te vinden. Dat denk ik in ieder geval. Alright, nou dat gaan we doen in de volgende video. En dan gaan we waarschijnlijk naar de bliksemtempel. Of de zandtempel. We gaan het zien. In de volgende video. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je daar. Mazzel!